Dit is Stijn. Hij heeft één grote passie en dat is gamen. Ongezellig, vindt zijn zusje. Totaal onbereikbaar, zegt zijn vader. Zijn vrienden ziet hij nog maar nauwelijks. Stijns moeder maakt zich grote zorgen. Hij zit hele dagen achter zijn scherm. Hij lijkt wel verslaafd. Maar om zo'n verder kerngezonde jongen nou meteen naar een afkikkliniek te sturen, dat lijkt haar wat overdreven. Gelukkig kan het ook anders. Het werkt als volgt. Je belt met de afdeling preventie van een instelling voor verslavingszorg in jouw buurt. Tijdens dat gesprek kun je je verhaal kwijt. De preventiewerker vraagt hoe de sfeer thuis is. Of jullie nog met elkaar praten. En of het probleem alleen het gamen is of dat er misschien meer speelt. Je kind wordt daarna uitgenodigd voor een aantal gesprekken die plaatsvinden bij de instelling voor verslavingszorg of bij jullie thuis. Samen wordt er gekeken naar het gamegedrag. De nadruk ligt op bewust worden van het probleem en het motiveren om er iets aan te doen. Tijdens de gesprekken bedenkt je kind welk doel het wil bereiken en maakt het een plan. Hierin staat bijvoorbeeld wat de valkuilen zijn, wie kan helpen als het misgaat en hoe je jezelf beloont als het goed gaat. Hiermee gaat Stijn aan de slag. De eerste stap is gezet. Maak jij je zorgen over het gamegedrag van je kind en wil je weten wat je kunt doen? Neem dan contact op met de huisarts of een instelling voor verslavingszorg bij jou in de buurt.